Rick, wat heb ik gehoord? Heb jij reisplannen? Ja, ik ga morgen naar het WK trampolinespringen Bulgarije. Bulgarije? Bulgarije, ja. Weet je wel waar dat ligt? Nou, dat weet ik nog net. Als ik Google gebruik, dan weet ik het vast wel. Nee, dat zit ergens in het oosten van Europa. Ja. Hey, en hoeveel deelnemers zijn er? Oeh, dat vraag ik me wel. Ongeveer? Hoor. Ik denk dat er ongeveer 23 Nederlanders zijn. Verdeeld ook op verschillende leeftijdscategorieën en natuurlijk ook op verschil in heren en dames. Stel nou dat je de eerste prijs haalt. Stel, als, indien. Wat, zit er dan nog iets aan vast? Dit jaar volgens mij niet. Maar ja, je bent wel je wereldkampioen in jouw klasse. Dus dat is altijd, dan heb je al sowieso een geschiedenis geschreven. Ja, maar ik bedoel financieel. Heb je er nog wat aan? Nee, niet echt dat ik... Nee, je krijgt wel een hele mooie medaille. Maar we krijgen er geen prijzen bij als het goed is. Veel succes aan. Dankjewel, gaat helemaal goed komen. En wanneer zijn de wedstrijden? Want morgen ga je, maar wanneer? Ik ga op mijn hoofd, vrijdag de 25e, is het mijn beurt om te springen. Nou, en wordt dat nog uitgezonden door de NOS? Of? Nee, niet door de NOS. En ook niet door de organisatie zelf. Maar wij gaan zelf met onze groep gaan wij op Instagram gaan wij live. Dus misschien kun je dat, is dat te volgen daarop. Nou mensen, u hoort het. Ja. Je kunt hem volgen. KDO Trampoline.